Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Slijg Update. Ik ben Jessie en mocht je nieuw zijn, dit is leuk. Blijf zeker even kijken. Welkom weer terug bij de update van mijn slaagzooi. Normaal is het natuurlijk altijd de website update, maar dit is een beetje van beide. Want zo is de meeste mensen die mijn livestreams kijken weten het al. Maar ik heb een stand op de Go Social Party op 8 april in de Green Estate Valley. En dat is echt heel erg leuk. Dus ik neem voor het eerst alle zelfgemaakte dingetjes mee. En de halsters die ik hier heb liggen in de kleur blauw zalm en roze zalm. En ze worden echt een speciale prijs, want ik ga lekker leegverkoop doen. Dus deze neem ik mee naar de party. Mocht ze niet uitverkocht raken, ga ik ze lekker leegverkopen op de site. Dus voor de mensen die er niet zijn, don't worry. Mocht je wel willen komen op 8 april, ik heb een code voor jullie. Dat is WolfXJessieGSP10. En daarmee krijg je dus 10% korting. En dat zegt ook heel erg chill. Korting is fijn. En ja, ik wil een beetje laten zien wat ik allemaal meeneem naar de stand toe voor de mensen die wel komen. Een beetje spoilers, een beetje wat leuke dingetjes. En ik heb wat leuks op de webshop toegevoegd voor de mensen die niet kunnen komen. Namelijk mijn eigen paard. Allereerst heb ik natuurlijk mijn eigen ponytje. En natuurlijk mijn eigen paard. Al jullie laten zien eerder. Alleen had ik natuurlijk gezegd dat het me nog niet gelukt was om het te maken. En dat is me dit keer wel gelukt. Hier is de allereerste repaint op mijn slijgmodel. Nou, slijg, het is nu mijn eigen model. Wat heel raar is om te zeggen, maar het is geen slijg. Het is een wolfenjassie model. En ik heb er heel veel. Tadaa, het is een army. Ik heb er nu 3 bruin geschilderd. En ja, ze zijn doorzichtig. Dus dat is echt heel cool. Niet helemaal doorzichtig, want ik werk de buik altijd bij met klei. Met mijn logootje erop. Of een beetje wat bubbeltjes in de wang. Vaak komen er wat bubbeltjes in de wang. En die vul ik dan lekker op. En deze staat dus nu te koop. De repaint, die heb ik te koop gezet, was binnen 2 minuten al weg. Dus dat was de bedoeling dat die ook online zou komen. Ik wilde de vosjes, dus al deze kleine bruintjes, wilde ik online hebben staan. Maar het is me nog niet gelukt. Omdat ik gewoon natuurlijk super vaak ziek was, et cetera. Zijn die er nog niet opgekomen? Die staan er nog niet op. Dus deze neem ik natuurlijk mee naar de party. En als ik ze eerder af heb komen, ze op de site staan. En dat vind je dus via mijn Instagram. Als je het leuk vindt om te volgen. Ik heb wel de optie toegevoegd dat je dit model blanco kan kopen. En dan denk je, oh, blanco. Dan is het model iets goedkoper. Maar dan kan je hem dus zelf schilderen. Dus dan kan je het model zelf schilderen. Dan bereid ik hem voor je. Prime ik hem en dan is hij helemaal klaar om te schilderen. En dan hoef je niet een repaint van mij te kopen om daarna over te schilderen als je hem zat bent. Dus op die manier dacht ik, is leuk. Mensen vonden het heel erg leuk op stream. Dus die staat wel online onder het tapje webshop. En dan helemaal onderin wolfenjassie modelpaarden. En dan zul je afvragen, waar is dan het grote paard? Nou, dit is natuurlijk mijn grote paard. Dit is natuurlijk het Inzi model. En de kleine is het Nova model. En de grote, die zijn wel gelukt op zich. Hier heb ik er eentje in het wit. Alleen, er zijn wat kleine dingetjes gebeurd. Ik weet niet of je het op camera kan zien. Je ziet dat hij wat bubbeltjes heeft. En dat de oren afbreken. En dat het niet helemaal gelukt is. Dat zie je bij de zwarte het meest. Je ziet dan heel veel kleine bubbeltjes. En als je werkt met resin weet je precies dat het gewoon niet de bedoeling is. Dus deze kan ik eigenlijk weggooien. Maar nu leek het mij leuk om deze ook op de webshop te zetten. Deze moet er nog geschilderd worden. Hij glimt trouwens ook heel erg grappig. Om ze heel goedkoop op de webshop te zetten voor 10 euro voor de makerskosten. En dat de mensen het leuk vinden om ze op te knappen. Ze kunnen opknappen, want het is in principe bruikbaar. Het zijn wel bubbeltjes die gevuld moeten worden. Maar dat duurt best wel lang. Dus mij leek het leuk om op die manier misschien ook toch nog deze te doen. Nou, deze is door zijn benen gezakt. Dat is lining stop. Maar hier is dan wel weer het oor gelukt. Maar je ziet ook wel een beetje die bubbeltjes hier. Want deze is helemaal doorzichtig. Ik vind het heel cool doorzichtig. Misschien dat ik ze ook nog een keertje, als het lukt, helemaal doorzichtig aanbied. Gewoon als een soort decor of zo. Ik vind het wel grappig. Deze zie je dus dat hij helemaal doorzichtig is. Dan kan je echt doorheen kijken. En deze is
doorzichtig. Maar je ziet niet dat hij helemaal... Het is een ander soort doorzichtig. Maar deze heeft ook veel meer texture dan deze. Dus dat vind ik grappig. Dus die staan online. En ik heb voor de mensen die wel naar de Go Social Party komen. Je kunt dus als je een paard zeg maar zelf langsbrengt. Voor €25 dan maak ik jouw paard er dus op. Kan je alvast pre-orderen via de site. Dus als je gewoon naar models zelf kiezen gaat. Dan kan je alvast bestellen. Of je kan gewoon naar de Go Social Party zelf komen. En natuurlijk dan je paardje inleveren en inschrijven. Dus dat is echt helemaal leuk. Dus je kan het alvast met zelf opsturen doen. En dan breng je hem langs. Scheelt verzendkosten. Of je kan gewoon meenemen naar de Go Social Party. En dan daar afrekenen. Dus ben heel benieuwd of jullie langskomen. Laat me weten als je langskomt. En ik heb natuurlijk nog eventjes wat dingetjes gehaald. En dan wilde ik unboxen met jullie. Want vinden jullie altijd leuk unboxingen. En ik ook. Als eerste heb ik dit ding gehaald. Het is niet per se voor Sluig. Maar mij leek het dus leuk om hier iets mee te doen. Want Sluig heeft al die bandjes om hun voet heen. En mij leek het dus leuk om zelf iets te maken. Zo'n lamineerapparaat. Dus dat je een soort plastic laagje over je papier heen krijgt. Dus ik wil wat dingetjes daarmee proberen. Dan heb ik nog een tas. Ik ben bij mijn favoriete verfwinkel geweest. Om weer nieuwe dingetjes te halen. Want ik wil weer nieuwe hindernissen maken. En, oh, ik heb trouwens nog iets heel leuks om te laten zien. Namelijk nieuwe buttons. Deze staan al online. Onder merchandise en dan bij buttons. En dan kan je dus een soort kiezen van de insie die je wil. En natuurlijk neem ik deze mee naar Go Social Party. Want dat vind ik gewoon leuk. Ik ga deze bak helemaal vullen met buttons. En ik heb eindelijk mijn resin dingen gekleurd. Want dit zijn de zakjes voer. En zoals je ziet... Heeft hij nu kleur? Dus deze neem ik mee. En deze komen dus ook gekleurd in de shop. Dus dan zie je dus een bruine zak met wat voer dingetjes erin. En daar heb ik een heleboel van alvast. Dus heb ik een mandje met die dingen. En je ziet dus ook deze. Dit zijn mandjes, daadwerkelijke mandjes. En ze zijn zo leuk. I love the details hiervan. Dus die heb ik. En ik heb nog deze. Dit is een borstel. Zo klein allemaal, maar ik heb hier een borstel in het rood. Die wil ik dus allemaal verschillende kleurtjes maken. En dan heb ik de hoevenkrabber. Die is ook in het rood. Want ik wil er een set van maken. Ik moet alleen nog de punten hiervan zilver schilderen. Maar ik wacht even dat ik meer hoevenkrabbers heb. Want als ik zilver gebruik ik een spraypaint voor. Dus ik wacht altijd met zilver totdat ik een heleboel zilver moet doen. Dus die heb ik dus gemaakt. Dus die kan binnenkort ook op de shop, want ik ga er veel meer maken. En doet... Ik heb een potlood gekocht. Zo'n potlood, een wit potlood. Met een verfkwast eraan. Ik weet niet waarom, maar ik vind het zo leuk. Ik heb ook stickers gemaakt. In het goud. Kijk. Dit zijn van die wrap stickers. Maar die zijn niet voor de shop, maar die zijn voor dit projectje. Ik wil ze op vlaggetjes plakken. Dus ik ben heel benieuwd of me dit lukt. Ik ga het eens proberen. Oké, ik wil dus een vlaggetje ophangen. En het leek me leuk om die stickers daarop te plakken. Ik ga er eens eentje testen of dat lukt. Technisch gezien werkt het. Van dichtbij, je moet echt iets van dichtbij kijken. Maar het is echt heel vreselijk om te plakken. Maar het is wel echt een heel leuk idee. Dan heb ik niet één, niet twee, maar drie nieuwe kleuren. Spraypaint. Dit is mijn favoriete spraypaint. Dit is een Belton. Het droogt op als plastic. En dat vind ik heel erg nice, want dat gebruik ik voor mijn balkjes. Dus ik heb nieuwe kleuren springmateriaal. Neonroze en een soort turquoise. Ik vind dit een hele mooie kleur. Dus deze ga ik testen op springbalken. Als jullie nou een tutorial willen over hoe ik mijn hindernissen maak, let me know. Ik ben heel benieuwd of jullie dat leuk vinden om te zien. Dus die neem ik in ieder geval mee. Er komen dus twee nieuwe kleuren springmateriaal bij. En ja, ik heb nog een hele doos met zooi. Deze prachtige doos heb ik net opgehaald. Want ik vind het altijd leuk om marktplaats af te spitten naar mensen die Sluig verkopen in de buurt. En dat is precies wat er nu is gebeurd. Ik heb nieuwe bodies. Dus deze paarden ga ik allemaal nog schilderen. Als eerste hebben we dit ding. Nou, ja, deze verzamel ik en dan gooi ik dit ook weer in zo'n doos om weg te doen. Want ik gebruik dat niet, dus dan gooi ik het weer op zo'n weggeefhoek, zeg maar, om iemand anders blij mee te maken.
Er zit ook wat dieren erin, daar heb ik niet zo aan. Kijk, bijvoorbeeld een dierenarts, dit gebruik ik niet. Wat ik wel gebruik zijn deze appeltjes van Sluig, die zijn leuk. Die doe ik hier in een mandje. Hop. Dan heb ik een emmer. Een emmer. Die vind ik wel een leuk accessoire, dus die mag ook hier zo bij de stal. Dan heb ik nog een dierenarts poetskist. Kijk wat hier allemaal in zit. Kan hij niet open? Hij kan wel open. Er zit een verband in. Die hoort bij de dierenarts natuurlijk. Dan hebben wij een klein... Hoe noemt dit ding? Kat. Het is een wilde kat. Die vind ik eigenlijk wel leuk om te houden. Dan hebben we een leuke hond. Deze. Dat is cute. Maar het is volgens mij geen echt Sluig. Dus dan hou ik hem niet. Dit is wel echt Sluig. Dan hebben we de puppy. Deze puppy. Cute. Dat is wel echt Sluig. Dus deze blijft in de collectie. Dan heb ik twee paarden. Deze. En deze. Dit zijn nep Sluigpaarden. Maar ik vind het wel leuk om ze te schilderen. En om wat goedkoper op de website te doen. Want er zijn heel veel mensen die wel graag een repaint willen. Maar niet de volledige prijs willen betalen. Dus daarvoor heb ik af en toe van die AliExpress paardjes als dit. Dus die zitten hierin. Dus dat vind ik ook heel erg nice. En voor de rest heb ik nog deze. Om te repainten. Allemaal voor de repaint. Want ze zijn allemaal flink beschadigd. Zoals dit veulentje. Die is echt flink beschadigd. Maar daarom koop ik dit soort paarden. Van mensen met kinderen die zeg maar ermee spelen. Want dit paard is bijvoorbeeld ook helemaal gehandhavend. Hier zie je ook helemaal van die krassen erop. Maar ik vind het wel echt een ontzettend leuke paard. En dan geven we hem nieuw leven. En ik heb dit gave dressuurpaard. Dat is een Fries. Bij mij lijkt het heel leuk om deze op te knappen. En dan gaat hij inclusief tuig een keer erop. Dus het wordt echt een heel leuk project. Hier heb ik echt heel veel zin in. Want ik vind het echt een heel mooi paard. I love it. Misschien dat ik hem nog zelf hou ook. Maar I don't know. Dan hebben wij nog een Shetlander. Dit is echt een super schattige Shetlander. Het is wel die oude. Dus ik weet nog niet of ik deze nog ga schilderen. Want die nog best wel oké uitziet. Oh. En een IJslander. En I love IJslanders. Dit wordt een Palomino. Dat heb ik nu al besloten. Ik hou van Palomino IJslanders. En dat was het. Ik heb ook ontzettend veel repaints gemaakt. Voor de party die komen. Het zijn er ongeveer een stuk of 50 modellen. Heb ik nog niet gemaakt. Maar ik heb 25 paarden al af. En dus zijn een heleboel. Dus mocht je bij de party komen, kom zeker even langs. Vind ik gezellig om even te kletsen en even te babbelen. Ik ben er de hele dag. En hopelijk zie ik jou daar ook. Want dat zou ik leuk vinden. En vergeet niet dat ik korting heb voor jullie. En dan zeg ik take care. En houdoe.